Het is Paarse Vrijdag. Op zo'n 900 middelbare scholen en mbo's dragen veel leerlingen paarse kleding. Ze doen dat uit solidariteit met homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Die solidariteit is onder jongeren niet vanzelfsprekend. 1 op de 6 homo- en biseksuele jongens heeft te maken met scheldpartijen. En 1 op de 9 is wel eens geschopt en geslagen. Op het Openbaar Lyceum in Zeist willen leerlingen het thema bespreekbaar maken. Waarom is het een belangrijke dag voor jou? Omdat het laat zien dat iedereen op school aandacht besteedt aan het thema en er even over na heeft gedacht van ga ik iets aantrekken of niet. En dat het thema op een feestelijke manier besproken wordt in plaats van heel serieus voor de klas. De kleur paars in de regenboogvlag staat voor kracht en moed. En daarom hebben we voor paars gekozen. Paarse Vrijdag is een initiatief van de Gay Straight Alliance. Een jongerenorganisatie die zich samen met het COC inzet voor LHBT-jongeren. Dan de sport, Rivka. Ja, definitief geen Olympische Winterspelen voor het Nederlands curlingteam. Er was nog hoop en een kleine kans op kwalificatie. Maar dan moest er vanochtend wel worden gewonnen van Rusland. De opdracht vooraf was duidelijk. De